Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij wat GTA 5 Online. En vandaag gaan we weer verder met ons nieuwe account. Ik ben inmiddels level 25, maar dat is natuurlijk nog steeds bijzonder laag in deze game. En ik zat er te kijken, ik heb momenteel bijna 4 miljoen dollar. Dus ik ben level 25, ik heb een CEO-bedrijf en ik heb 4 miljoen dollar. Hoe dan? En ik krijg nou allemaal gekke rewards, ik weet ook niet waarom ik dat krijg. Maar we gaan vandaag eens even kijken of we misschien wat kunnen doen met dat geld. Ik kan me ook herinneren dat wij nog een warehouse moesten kopen. Voor ons bedrijf. Daar hangt me nog iets van bij. Dus misschien dat we dat vandaag gaan doen. Dan kunnen we tenminste beginnen met de business. Want volgens mij kan ik nou helemaal niks doen. Omdat ik dus geen warehouse heb. Ik kijk wel even. Heb ik een warehouse? Nee, dit moet ik allemaal kopen volgens mij. Ja, ik heb volgens mij niks. En ik denk dat het ook slimmer is om die vehicle cargo te kopen in plaats van die special cargo. Omdat je dat makkelijker solo kan doen. Dit ziet er op zich wel lachen uit onder die brug. Maar 2,8. Wil ik 2,8 uitgeven aan een warehouse? Ik denk het niet. Ik denk dat dit de beste is. Want ik wil eigenlijk liever deze, maar bijna dubbele prijs. En nee. Ik kan dat niet goed praten. Je kan ook nog het interieur aanpassen. Ik vind dat branded op zich wel nice. Heel veel duurder is dat niet. Sure, prima. En kapow. Okay, you've got some space. Now you can move cargo. Click on the green button, source vehicle, and we'll search the system for an appropriate car. Soon after that, the details will come through by text. Then it's just up to you to get the car and bring it to the warehouse. Be on the lookout for rival organizations trying to hijack your vehicles, and know that you can intercept organizations moving cars too. Dat gaat nog wat worden. Ik kan me niet herinneren dat ik dat vanuit hier kon doen trouwens. Ik dacht dat ik altijd naar die garage moest om het daar op een computer te doen. Maar het kan blijkbaar via deze. Deliver the ETR1 to the warehouse. Oké. Oh, ik moet ook nog een garage fixen. Ik heb nog helemaal geen garage. Misschien dat we binnenkort een huis kopen. Misschien dat dat dan leuk is. Dat we gewoon een huisje ergens in de hills kopen. Want ik heb momenteel helemaal niks. All right, this car is doing a laps around a closed circuit. Stop the car, take it, bring it to the warehouse. I wouldn't expect resistance. Laps around a closed circuit. Is er ergens een racebaan? Er zit geen racebaan in de map. Oh, ja, dat is die paardentrack. En ik zie... Ah, er zitten nog steeds een hoop mensen in. Ik kan zeggen, ik zie maar een paar mensen op de map. Maar er zijn er toch wel wat. All right. Ik zag net één vliegend motortje. Ik hoop niet dat we die vandaag tegenkomen. De kans is zeer groot. Maar we gaan eens even kijken naar die ETR1. Ons eerste bedrijfje, boys. Ah, sorry. Zijn jullie trots op mij? Making moves. Ik wil misschien in de toekomst nog wel een paar andere bedrijven erbij kopen. Mochten jullie ideeën hebben wat goede bedrijven zijn, laat die achter in de comments. Ik weet het zo niet. Ik weet dat je met die discotheek passief geld kan verdienen. Volgens mij is het een discotheek. De meeste dingen die moet je zelf ook handmatig vullen. En vooral het verkopen, dat is het grootste probleem. Kijk, het vullen van die voorraad is niet het probleem. Als je het dan wil verkopen, dan moet je vaak met meerdere mensen zijn. En dat is... ja, dat gaat hem niet worden. Dat is ook de reden waarom ik nou voor deze business had gekozen. Want, oeh. Dit is wel vet. Want bij deze maakt het niet zoveel uit. Dit kan je allemaal solo doen. Steal die ETR1. Als het goed is, komt hij zo meteen terug. Maar hij staat stil. Wat is hij doen? Nou, hij komt er zo meteen wel aan. Ik wacht het rustig af. Kijk eens aan. Ze heeft er helemaal zin in. Kijk, daar komen ze aan. Volgens mij moet ik die derde hebben. Niet de eerste. Deze. Tweede. Yeah! Het zijn allemaal ETR1's, dus het maakt eigenlijk niet uit, maar oké. Hey, Nederlandse vlag. Ik heb deze auto altijd lelijk gevonden, ik weet niet. Die bodykit is gewoon zo extreem. Ik denk als deze auto die bodykit niet had gehad, dat het best wel een vette auto kon zijn. Het lijkt een beetje op die Supra Mark V. Als je heel schil kijkt. Ik moet wel zeggen dat dit lekker rijdt hoor. Zo hé, die grip. Auw. Die grip is wel nice. Oh, shit. Repair cost. Ik moet even opletten hoe ik rij. Want ik moet zelf die kosten betalen. Ik had wel graag een andere plek gekozen eigenlijk. Hier ben ik al zo vaak geweest.
Maar het scheelt zoveel in prijs. Kijk, als het nou een half miljoen zou kosten, oké, okay, sure. Maar het scheelt echt anderhalf mil. Hallo. Oh my god. Ik had niet verwacht dat er iemand zou staan. Huh. Oh, it's the boss. Okay. It's the boss. Here's our new vehicle warehouse. Let me show you around. We're gonna store all our vehicle cargo here before selling it. We can fit 40 cars in here. We got a vending machine and some personal space back there for getting some shut-eye and changing your clothes. When you bring a car back, it'll get fixed up and listed on AdHawks Autos. When you access the website from the laptop on the desk, you'll see your current stock. Hoeveel heb ik uitgegeven aan dit interieur? How many you want to offload and to was dat geen $250,000? Time is dependent on how many associates you got. Ik krijg niet eens een bed. Een bedbank. Een bankbed. Oeh, de underground facility. Hier kan er volgens mij niks mee doen. Hier moet je eerst missies voor doen. Eigenlijk allemaal best wel nutteloos voertuig. Alleen die rampcar is leuk. En die rocketcar. The more of an interest Sekiro serves gonna take in the company. We steal enough cars, they'll throw us some special vehicle work. Come by the office when you want to source that next car. See you, Bob. Juist, wat kan ik nou best doen? Kan ik nou gelijk die ETR-1 gaan... Hij is al gerepareerd. Gaan modden. Ik denk het wel. Moet ik even kijken hier, want volgens mij moet je hier... Dat, waar is mijn laptop? Oh, hier is mijn laptop. Okay, boss. You want to sell something? You're in the right place. We log everything that comes in on the site, so you can see what we got in the warehouse. Wait a minute. The vehicle, and it goes up on the export list at the top of the page. You can sell up to 4 vehicles at a time if you've got the drivers here in the warehouse. When the cars you want to sell are selected, confirm, and the system will search available buyers. Dit is alleen export. Hoe kom ik aan die auto's? Ik kan me niet meer herinneren hoe ik aan die dingen kwam. We gaan gewoon gelijk beginnen. En ik kan er dus voor kiezen om de auto alvast te upgraden. Dan krijg ik meer geld. Alleen als dan de auto opgeblazen wordt, dan verlies ik ook dat geld. Dus het kost me 20k om dit te doen. Alleen dan maak ik dus 80k winst. In plaats van de 40k met een private delivery. Dus wij gaan voor de specialist. Ik denk wel dat ik zo meteen alsnog in de problemen ga komen. Want ik hoor net heel veel explosies buiten. Dus, we zullen zien. De tracker mag eraf. De plate. Wat is een mooie kleur voor deze auto, denk je? Ik denk dat dit op zich wel nice is, die orange. Ziet er wel tof uit. Kan ik überhaupt iets doen met die bumpers? Zo goed als niet. Ik kan het zeggen, die bodykit zit er standaard op. Je kan er niet afhalen. De hood, carbon fiber, nope. Even kijken naar de spoiler. Ik heb daar misschien iets... Kijk, ik hou niet van zo'n grote wing, maar het past wel bij deze auto. Hij heeft al zo'n gekke bodykit, dan moet er ook zo'n spoiler bij. De vraag is alleen deze? Of... Deze? Oh, hè? Er is mijn. Nee, er zijn wel twee. Kijk, stok. Of die. Ik vind deze velg echt zoveel te groot, hè. Het ziet er echt niet uit. Het is... Het staat niet in verhouding. Ze zijn allemaal zo groot. Dat is het probleem. Wacht, misschien als ik... Even kijken. Sports? Zijn die kleiner? Die zijn nog steeds zo groot. Echt, alles is zo groot. Ik vind het wel mooi geweest. Dit is hem, boys. Dit is het eindresultaat. Ik doe nog heel even die tire design. Ik vind dat lelijk. There we go. Dit is onze nieuwe auto. Dan hoop ik dat we niet opgeblazen worden. Ik denk oprecht dat er iemand gewoon voor bij de deur staat te wachten. Hallo? Oh, there we go. Dat duurt echt mokertje lang. Oké. Okay. The work's been done. Take the car to the buyer and don't let another organization get in the way. No! Don't kill me! Oh no. Ik zie letterlijk iemand op onze route. Er zit een of andere armored truck achter ons. Oh shit. Maar ik geloof niet dat hij ons bij kan houden, dus daar hebben we geen last van. De vraag is de mensen voor ons. Of vliegende motoren. Oh, ik zie al een motor. Oh, I'm dead. I'm already dead. I am already dead. Wat is dat toch? Oh, hij vliegt door. Hij vliegt door. Wat? Het is iemand met een ziel. Nou, dan zit ik hier wel op een hele rare plek. Ik moet nou wel snel weg hier. Ik had verwacht dat ik gelijk dood zou gaan. Ik zag die vliegende motor en ik dacht, uh-oh. Over en uit. Nou weet ik alleen niet hoe ik hier wegkom. Shit. Weet je wat? Er zit maar één ding op. Oh, eroverheen. Ga gewoon. Yeah. Ik zal een klein beetje schade lopen zo, maar ik moet hier gewoon heel snel weg. Weg uit deze stad. Heel snel. Ik dacht echt dat ik dood was, man. Als je zo'n ding op de minimap ziet, dan is het vaak dat je hele leven gewoon voorbij flitst.
En, oh, ik moet rechtdoor. Ik dacht dat ik hier weg moest. Oh, what? Volgens mij moet ik letterlijk richting al die mensen. Ja, ik heb vrijwel ook niks om mezelf te verdedigen. Ik heb een sticky bomb. That's about it. De sticky bomb gaat hem niet worden. Ik moet eigenlijk binnenkort even een AP-pistol halen. Die dingen zijn, zijn fantastisch. Misschien dat ik dat zo meteen even doe. Al weet ik niet of ik dat kan. Gezien het feit dat ik dus maar een level 25 ben. Want sommige wapens die unlock je met een bepaald level. Volgens mij de laatste wat je unlockt in deze game is die minigun bij level 110 of zo. En... Oeh, het is hier veilig. Boys. Boys by boys. Gaan wij dit redden? Kom aan, hey, die volgens mij. Ik heb nou $1500 schade opgelopen. Had niet hoeven gebeuren. Ik raakte een beetje in paniek, oké. Dat was mijn eerste delivery. Oeh. Maar, here we are. De kust is veilig. Mission accomplished. Prachtig in het vak geparkeerd. Wat wil je nog meer? Market loss van 2%. Hey. Hey, we hebben zojuist... Ik wil zeggen, een ton. We hebben geen ton verdiend. En we hebben wel een ton verdiend, maar we hebben $80.000 winst. En ik zie ook een groen pakketje. Misschien hebben we daar even achteraan kunnen gaan. Is dat ver weg? Dat is... Daar kom ik letterlijk net vandaan. You kidding me? Oké. Okay. Ik weet niet eens of ik iets met die cargo kan doen. Gezien het feit dat ik daar dus geen opslag voor heb. Maar ik wil er wel even heen rijden. Maar we hebben in ieder geval onze eerste delivery goed gedaan. Dat belooft veel voor de toekomst. Ik weet niet of dit slim is wat ik nou doe. Ik heb nou wel spijt. Oei! Oh. No, niet aan het zwembad! Oeh! Nailed it! Kan ik hier nou naar beneden? Zeg ja, please zeg ja. Nee. Ah, you kidding me? Iemand anders heeft dat pakketje nou trouwens. Oké, we did it. That one's going on the balance sheet for next quarter. Toppie. Maar, ja, ik denk dat we even langs een gun store gaan. En gewoon eens even gaan kijken voor een AP-pistol. Dat is waarschijnlijk mijn meest gebruikte wapen in de game. Oh, nee, Simeon! Is een Simeon auto, of niet? Ja, ik zie een grote S. Weet je wat? We gaan deze wel gewoon deliveren. Prima. Ook goed. Moet toch iets doen, hè? Ik bedoel, hé. Kijk, weet je wat het probleem een beetje is, wat we nou hebben? Ik heb nou al zoveel geld verdiend met niks doen. Dat het een beetje zinloos voelt om... Om dingen bij Simeon te doen. Want je daar zo weinig geld mee krijgt. Volgens mij krijg ik er nog geen 10k voor. En waarom doe ik de moeite? Maar ja. Als het goed is, moet ik eerst even hier die kleur veranderen, toch? Dat hij niet herkend kan worden. Oh, het is allemaal gratis. Hey, what? Is dat... Oké. Okay. Welke kleur? We doen geel. Sure. Prachtig. Ik weet niet waarom. Volgens mij hoort dit niet gratis te zijn. Maar we gaan eens even deze auto afleveren bij Simeon. Ik wil zo meteen eigenlijk ook even kijken wat die T is op de map. Zal ook wel een bepaalde missie zijn of zo, gok ik. Dit ziet er trouwens best wel vet uit in het geel. I like it. For your help in dealing with some gangs. And you do nothing. Waarom is Simeon hier? What the hell? Ik kan me herinneren dat je altijd naar die haven moest. Om die auto's in te leveren, maar ik zie hier een S. Dit is een andere S, of niet? Volgens mij... I'm an idiot. Am I? Ik denk dat ik een idioot ben. Dit is Solomon. Ah, you motherfucker. Daar moest ik... Ik wist het. Ik zei nog zo. Ik moest volgens mij richting de docks. Ik moest inderdaad richting de docks. Het is alleen allebei een S. Ik vraag me af wat ik voor Solomon moet doen dan. Ik kan hem ook wel eens checken. Ik kan me echt al die missies gewoon niet herinneren. Oeh, dat scheelt weinig, jongen. Daar had ik echt flink uit kunnen crashen. We zijn gearriveerd. Het moment van de waarheid. Hoeveel ga ik krijgen voor deze auto? Ik weet dat het weinig was, maar de vraag is hoe weinig. Kijk, op zich is 10k bijvoorbeeld niet weinig. Even kijken wat het is. Het is bijna 10k. Dat is op zich best oké. Ik denk die $300 is vanwege de schade. Op zich is 10k niet weinig. Het probleem is alleen dat in GTA die prijzen gewoon zo raar zijn.
dat 10k gewoon helemaal niks meer is. En het slaat nergens op. De hele economie is naar de kloten. Het makkelijkste voorbeeld wat ik jullie kan geven is, kijk naar de prijzen van die auto's in de game. Back in the days, echt toen deze game uitkwam, had je een Bugatti. En dat was die adder. Dat was 1 miljoen. Dat was echt gigantisch veel geld. En daar wilde iedereen voor grinden. Tegenwoordig betaal je al 1 miljoen voor een Honda Civic of zo. Echt, het staat niet meer in verhouding. En dat is zonde. En ik denk ook niet dat ze dat nog kunnen aanpassen. Oké, waar gaan we nou eens even aan beginnen? I don't know. Dat is een goede vraag. Wat zal ik nou eens even gaan doen? We openen eens even de map. Ik ga heel even door naar die wapenshop. Dat moest ik nog doen. En ik zou op zich even kunnen kijken of ik auto's kan jatten. Ik weet niet hoe dat werkt. Ik ga even bellen. Ja, ik heb geen idee hoe dat werkt. Het is echt allemaal te lang geleden voor mij. I know, het is best erg. Maar ik kan me niet herinneren. Volgens mij regelt zij dat, die assistant? Ik bel haar gewoon even. Kijken wat ze te zeggen heeft. I'm by my machine. No. Ja, ik heb echt geen idee hoe ik die auto's kan jatten. Misschien dat ik daar even terugrijd naar die garage. Maar we zijn nou bij de ammunition. Kan ik een AP-pistol halen? Ik ben bang voor niet. Waar moet ik die pistol vinden? Oh, dit is hem. Ah, nee, level 33. Oké, we zijn bijna 33. Dat is op zich goed nieuws. Maar ik kan hem dus inderdaad nog niet kopen. Sorry. En ja, ik weet niet wat ik anders moet. Ik kan wel eens een andere pistol, maar die AP-pistol is gewoon handig. You have good taste. I can tell. Want ik weet niet wat ik anders eigenlijk allemaal heb. Ik heb gewoon een AR. Ja, meer heb ik niet nodig. Even voor body armor op zich handig zijn. Zo. Wij staan er weer prima voor. Het kan altijd beter. Misschien een RPG'tje of een... ik heb trouwens... Ik heb geen rockets. Ik moet rockets hebben. Mocht er iemand ons lastig komen vallen, kan ik ze uit de lucht schieten. Al doen volgens mij die rockets vrij weinig. In ieder geval die homing missile. Die werkt niet meer zo goed van wat ik had gehoord. It is what it is. En mijn auto is weg. What? Iemand heeft mijn auto gejat. What the fuck? Ik heb volgens mij ook gewoon geen auto. Dat is het probleem. Ik zal binnenkort een auto aanschaffen. Laat maar in de comments achter welke auto ik moet kopen. Denk wel een beetje aan de prijs-kwaliteitsverhouding, oké? Okay? Iets wat niet al te duur is en mogelijk nog nuttig. Ik heb geen idee. Oeh, ik ga nou heel even over op een Ferrari. Dat ding klinkt lekker, jongen. Ik weet niet hoe dat ding heet, maar ik ken hem wel. Deze is nice. Het is ook een van de weinige auto's volgens mij waarbij je dat dak ook echt open en dicht kan maken. Kijk. Ik weet niet waarom ze dat eigenlijk nooit toepassen. Dit ding klinkt lekker, jongen. Ho, 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 ho. Misschien dat ik deze ooit in mijn collectie doe. Maar momenteel heb ik geen collectie, want ik heb niet eens een garage. Alright. Wat was de bedoeling ook weer? Wat was ik van plan? Ik kan wat CEO-werk doen, right? Dat was ook een dingetje. Ja, yeah. VIP work. Wait. Ja, kijk. Ik kan nieuwe dingen doen. Sightseer. Hack the systems to reveal packages to collect across Los Santos and Blaine County. Ik denk niet dat ik daar heel veel aan heb. Er is een heli achterbij. Ga weg. Asset recovery. Steal one or more vehicles from a police station and deliver them to the drop-off location. Dat klinkt op zich wel lachen. Retrieve a package from a high security area and deliver it to the drop-off location. En collect the trailer and deliver it to the drop-off location. Ik vind dit op zich wel een leuke. Asset recovery. We gaan dat eens even doen. Vespucci. La Mesa. Ik weet niet wat dat is. Mission Row. Vinewood. Vinewood ben ik nou. Alright. Let's get started. Aha. Dan moet ik wel deze auto inleveren. Daar ben ik eigenlijk niet zo fan van. Maar ja. Het ding is wel dat andere spelers mij nou ook zien, volgens mij. En die kunnen gaan interfereren. En ik moet aan de overkant zijn. Dat is een of andere armor truck. Oeh. Alleen die ding kan volgens mij me niet schieten. Waarom staat hij daar? Het is een rare plek. Oké. Okay. Het is wel... Oh. Nee!
Ik kan niet eens rijden. Oh, well, I'm dead. Dude, ik kan niet eens... Ik stap ernaast in. Waarom stap ik niet in de... Okay. What the fuck, maat? Ik zat op de bijrijdersstoel, dus ik kon niet rijden. Ik wilde gas geven. En toen ging ik... Oh, jij vuilak met je vieze motor. Ik zei nog zo. Het is een klootzak. I knew it. Ik ben juist tot de conclusie gekomen... Oh, shit. Ah, dat ik een idioot ben. Dat was niet mijn objective. Dat was gewoon letterlijk zijn truck. Alsnog had hij mij niet hoeven neerschieten. Ik bedoel, come on. Ik stap gewoon netjes in. Doe verder eens niks geks. Maar hier moest ik zijn. En niet waar we net waren. En ik kwam er ook achter dat ik volgens mij in een free aim lobby zit. Dus dat is een probleem. Want ik speel met de controller. En free aim met de controller is echt een no-go. Dus dat moeten we eigenlijk zo meteen even veranderen. Maar ik krijg even rustig deze kant op. Ik dacht echt dat ik iets moest doen met die vrachtauto. Die was felgeel. Echt zo'n objective marker. But no. Was gewoon van dat kind met zijn motortje. Oh, laat me langs. Ah! Yeah. Dit is wel een vette pak trouwens. Volgens mij heb ik deze ook gekocht op een andere account. Oh god, I'm dead. I'm dead. I'm dead. Ze vliegen door. Ze vliegen door. Al die fucking motortjes, dude. Al die motortjes. Ik heb er al 3 gezien in deze lobby nou. Ik heb ook gewoon 4 sterren politie trouwens. En ik heb bijna geen body armor meer. Ik moet van de weg af. Denk ik. Ik heb nog 1 body armor die ik snel kan equippen. Ik ga even snel doen. Inventory, body armor. Oh, ik heb er 2. Hell yeah. Hoe kan ik het beste de politie kwijtraken? Waarschijnlijk door dit te doen. Yeah! Hell yeah. Ik zou oprecht deze auto willen kopen voor dit account. Misschien dat ik dat ook wel doe. Het is gewoon wat unieks. Klinkt wel lekker. Rijdt prima. Woo! Kijk. Al die mensen in die chat. En het is zo zonde dat je op de PC die chat niet kan uitzetten. Ik snap echt niet waarom dat niet kan. Maar ja, het kan niet. We zijn er volgens mij bijna. Dat is wel goed nieuws. Auw! Ik heb geen body armor meer, dat is geen goed nieuws. Oeh! Weg, 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 weg. Fuck! Nou vraag ik me wel af wat er in deze auto zat. Want deze auto is in beslag genomen. En ik heb nou 2 sterren trouwens. We hadden net 4 sterren. Dat is niet voor niks. Ik ga een klein beetje offroad hier. Met een klein beetje geluk dat ik de politie ook kwijtraak. Nailed it. Hey, kijk. Kust is veilig. En ik rij nou letterlijk een politieauto voorbij. Ik even toeteren. Doei doei. Alright. Imagine als ik hier nou vol tegen die tegen dat tankstation aanrijd. Ik krijg 13.500. Dat is niet heel veel geld. Dat is wel lachen. Dat is wel een leuke mis. I like it. I like it. Alright. Wat gaan we nou doen? Ik wil eigenlijk wat free roam... Oh. Nou, dat dus. Ik wil wat free roam events doen. We hebben letterlijk een free roam event. Air vehicles are available at several locations. These will self-destruct once the event is over. Wat moet ik doen? Alle checkpoints pakken. Ik denk dat wij dit het beste kunnen doen met een vliegtuig, maar... Nou, ik pak het eerst het beste ding en dat is een heli, dus zal wel. Ik vlieg even naar een vliegtuig toe. En dan gaan we het met dat ding doen. Ik denk dat dat een stuk sneller is dan een heli. Al is een heli misschien wel makkelijker om te besturen. Nou, speed is key, boys. Speed is key. Het gaat ook al over 30 seconden starten, dus ik denk dat we het gewoon doen met een heli. Op zich is het nog best snel. Misschien toch wel wat makkelijker. En het voordeel wat ik nou ook heb, is dat ik hier boven de map zit. En hier is niemand. Dus al die checkpoints hier kan ik gewoon in mijn eentje pakken. Al wil ik toch nog even kijken wat daar te vinden is. Ik weet niet of ik politie achter me aan krijg als ik over die legerbasis heen vlieg. Ik hoop het niet. Dan heb ik wel een probleem. Al checkpoints. Ze zitten allemaal in de stad. En ik heb 4 sterren. Oké.
Nee. Ja, dat is... dat is flauw. Ik heb gelijk blitz, zeg maar. Ik vloog alleen overheen. Ik snap dat dat niet de bedoeling is, maar come on, man. Ik wilde gewoon zien wat voor vliegtuig dat was. En dat was wederom een shitty vliegtuig. Alright. Dit is waarschijnlijk wel makkelijker met Nelly. Het zal. Yee. Making big money, boys. Volgens mij kan je oprecht wel veel geld verdienen als je dit allemaal zou doen. Al is het ook gewoon veel werk. Dus in verhouding is het sowieso niet waar. Oh, lachen. En ik heb ook een mailtje gehad van Maud. Voor een bounty target. Misschien dat ik daar zo meteen ook even langs rij. Even koekeloeren wat zij voor ons in petto heeft. Hier gaat het echt veel sneller. Dit is echt veel makkelijker hier. Oh. Het probleem is wel natuurlijk andere mensen. Fucking Helio, man. Dat ding is suicidaal. Oh, mijn ding droogt. Oh, no. Hij stort zo meteen neer. Ik ga wel een vliegtuig pakken. Fuck dit. Echt, ze houden ook gewoon niet op. Ze geven niet op. Dat je gek, jongen. Ik heb echt niks misdaan. Alright. De kwestie van tijd voor dit ding ontploft. En ik kan die helis wat te leuk schieten. Oh, ik ben bijna dood. Snel. Het is stappen. Ik kan die helis... Of, ja, ik kan die helis wat te leuk schieten, maar... Dan krijg ik dadelijk nog meer politie gedaan. Het zal niet echt helpen. We gaan weer de lucht in, boys. Chop, chop. Hij rookt dadelijk al voordat ik in de lucht zit. Hallo? Ik ben bijna dood. Snacks. Yeah. De lucht in. Dit is echt helemaal niks, dit, hè. Oh, ik denk dat we nog geen 5 minuten gaan overleven. Dit ding is zo moken traag. Ik kom niet omhoog. Come on. Oh, die paal heen. Ja, dit, ik had niet verwacht dat het ding zo traag was. Ik wist dat het traag was, maar dit slaat alles. Nou ja, ik heb één geluk. Ik heb momenteel geen concurrentie. Niemand die zich hiermee bezighoudt, alleen ik. Ik ben de enige idioot. Voor die paar centen. Dat is wel lachen. Ik moet zeggen, die politie die maakt het wel interessant. En ik... het rookt weer. Kijk, ik had net misschien door kunnen vliegen met die heli. Want die rookte tenminste niet zo erg als dit ding. Maar ik merkte al dat die uit begon te vallen. Deze valt niet uit. Of in ieder geval nog niet. Dus dat is goed. Kijk, die rook, dat... is... Oh, hij zit ook in de fik. Oh, shit. Die rook, dat is voor de sier. Dat zie je ook al bij die stuntvliegtuigen. Woo! Ik moet ook zeggen dat we inmiddels de helikopters kwijt zijn. Die waren het grootste probleem. Want die mensen... Op de straten, ja, die doen toch vrouwen niks. Oh. Oh. Heb ik een parachute, please? Open! Yes! Auw! No, wat is de kans? Dat is dan weer jammer. Ik heb een 20, weet je wel? Ik denk dat 20 al prima is. Ik denk maar even gaan kijken naar die bounty van Maud. Want fuck dit. Wow, hier is een... Oh, dat is mijn heli. Dit is letterlijk die plek waar ik net was. Ik ga denk ik richting Maud vliegen. Ik weet waar zij is. Dat is ergens boven de map. Dan vlieg ik die kant wel op. Dan pak ik ondertussen even die checkpoints mee. En dan start ik daarna die missie. Check al die checkpoints ook. Ready for takeoff. Kijk hoe traag dit ding is. En net helemaal. Waarschijnlijk omdat hij dus al kapot was. Toen was hij nog trager. Ik ga even richting Maud. Ik kan even bellen. Ik weet alleen niet of ze nou opneemt. Hebben we elkaar een nummer eigenlijk? Ik weet niet eens of ik een nummer heb. Ze had mij geappt, maar... Oh, sorry. Het is echt jammer dat niemand zich met dit soort dingen bezighoudt. Boop, niks nog. Want het zou wel leuk zijn... Ah, er is één persoon nou. Hussein. Saddam Hussein. He's still alive, boys. Alive and kicking. Maar, and he's dead. Iemand heeft hem gekild. Wat is de kans? Er is nog maar een minuutje over. En ik denk dat het veilig is om te zeggen dat ik dit ga winnen. Oeh. Ik heb er inmiddels 31. Dat komt wel goed. Maar, ja, weet je. Wat ik net wilde zeggen is. Oh. Fuck! Dat
wilde ik zeggen. Ja, dat was wat ik wilde zeggen. Nogmaals, wat ik net dus wilde zeggen voordat mijn vliegtuig ontplofte, was dat het juist wel leuk zou zijn als iedereen in Freeroam ook echt bezig zou zijn met al die events. Alleen, het levert gewoon te weinig op. En daardoor voelt Freeroam zo saai. Niemand doet iets. Iedereen is bezig met zijn eigen ding. Of wordt opgeblazen door een klootzak. Ik zag dat er ging gebeuren, want ik zag die pauperheli van hem. Yay! Woehoe! Ik denk wel dat dat het grootste verschil is met GTA nu en GTA back in the day. Toen was Freeroam gewoon echt een bruisend iets. Waarbij iedereen meespeelde en nu is gewoon iedereen dus eigen ding. Of is een griever. That's it. Er is geen interactie naast dat. En dat maakt het zo saai. Ik denk dat mijn auto er wel eens beter uit heeft gezien. Ik weet niet zeker, zo'n vermoeden heb ik. Jezus. Oké, ik weet nog steeds niet hoe ik nou contact kan leggen met die mout. Volgens mij is mij een mailtje gestuurd. Ja, dat was hem. Kan ik dit gewoon activeren zo? I've got another one for you. Miserable soul. Head over to the coords of on your GPS. What? Heb ik coördinaten? Ah, dat meen je niet. Ik ga helemaal deze kant op en dan zit hij in de stad. En hij zit daar. Oké, dat valt mee. Dat is prima. We have arrived. Bij Madrazo's huis, is dit volgens mij? En dan krijg ik nog iets anders. Steal the diamonds? Nee. I'm dead. Jesus, dat is weer die fucking griever. Oh, wat een klootzakje. Jesus Christ. Wat een bitch. Ik heb dat nog nooit eerder gezien. Steal the diamonds. Even kijken. Waar is dat? Dat is daar. Dat is wel vet. Waar is die bounty? Ik kan echt niemand vinden hier. Iedereen is zowat dood. Oh, daar heb je nou de tuin, man. Die was er net niet. Maar dat was hem ook niet. Zo heel groot is deze plaats helemaal niet, maar ik kan hem niet vinden. Hier dan? Ben jij het? Oh, ik weet trouwens niet of... Oh, wacht. Hij rent weg. Hij rent weg. Huh? Hij zat in dat hokje dan? Ik weet niet of hij dood mag of niet. Hij mag blijkbaar dood, alleen als ik hem in leven hou, dan krijg ik extra geld. Ik weet alleen niet hoe ik dat wil doen, want... Ik denk niet dat hij uit... vrije wil maar meegaat. Kom. Hallo? Hallo? Luister eens naar mij. Kom je met me mee? Kom. Je te vaar. Nee! Het is een fles! Boom! Boom! I don't care. I don't care. Hij gaat dood. Hij gaat dood. Hij gaat dood. Ik ga zo meteen ook dood, want die griever komt terug. Maar dan heb ik in ieder geval mijn missie volbracht. Hij leeft gewoon nog steeds. Onvoorstelbaar. I don't care. Moet ik een foto... Wat? Ah, oh, geef het op! Ah, die griever. Well, life is great. Hij gaat boven mij staan, dropt hij die bommen en that's it. Ik heb ook geen auto, dat is ook een dingetje. Ik zal even doodgaan door deze klootzak. Hallo. Ja. Ik weet ook niet of het een hacker is, zou ik best kunnen. Want ik speel natuurlijk op PC. PC heb je veel hackers. Would the bounty got away? Shut the fuck up, dude. Nou, dat was dat. Ik had hem dus gewoon moeten killen. Ik denk, hij zal ook al doodgaan door die moordtas van dat kind. Maar blijkbaar niet. Great. Ik denk wel dat ik hier in ieder geval de video ga beëindigen. Want ik weet niet wat we anders kunnen doen. Ik denk niet heel veel. Hey, we hebben een mooie golfbaan hier. Dat is ook wel nice. Het zou best vet zijn als je dit huis ook kan kopen. Maar dat is helaas niet mogelijk. In principe leeft Madrazo niet meer, toch? Volgens mij was hij dood in de campaign. Alleen dit speelt zich af voor de campaign, dacht ik. Maar ik ga hier in ieder geval wel de video beëindigen. Het is een beetje jammer dat het zo moet aflopen. Maar ja, niks wat ik er tegen kan doen. Ik zal sowieso voor de volgende keer even een auto-aim lobby doen. Dat is ook makkelijker, want ik kan nou letterlijk niet aimen. Dus is een beetje een probleem. Maar hey, als je genoten hebt van deze video, zou ik zeggen drop een like, abonneer of meer. Klik op de bel en hopelijk zie ik jullie heel snel terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.